paar jaar geleden was ik hier ook weer met mijn schoonzoon, die is chef-kok. En die, we keken samen naar het gebouw en ik weet iets van dat gebouw af, omdat het gebouw is van, uit 1943. Het is gebouwd naar een ontwerp van Adolf Speer. Ik heb er nog wel iets over gelezen. En ook elders in Europa zijn dergelijke gebouwen neergezet in de oorlog als officiersmes voor de officieren hier. Ze hebben hier veel gebouwd, de Duitsers, in de oorlog. En ja, dit gebouw is eigenlijk een soort ja, klassicistische uitstraling heeft het. En dat weten we natuurlijk allemaal van Adolf Speer. En dat is natuurlijk een heel gevoelig onderwerp. Maar het heeft wel wat, dat gebouw. Het gebouw heeft een soort, ja, wat je wel ook van vindt van de geschiedenis. Het is toch een, denk ik, waardevol om daar toch objectief naar te mogen blijven kijken. En het is natuurlijk heel jammer dat het in deze staat verkeert op dit moment. Maar toen ik hier was met mijn schoonzoon, toen was het dus niet afgebrand. Toen was het volledig intact nog. En we wisten eigenlijk niet zoveel van de plannen af die later bleken te bestaan voor dit gebouw, voor allerlei functies. En toen had hij zoiets van, ik wil hier een restaurant beginnen. En dan zag je allemaal tafels met damasten kleden en mensen in jurken en uitgaanstenue. En mijn andere dochter, die doet iets met theater en die zag hier ook de mogelijkheid om een soort theater omheen te bouwen met een mooi restaurant. En ja, goed, dan zit je in Huisduinen, maar kijk, Huisduinen heeft best potentie. En zeker het gebied hieromheen, wat hiernaast ligt, als je dat combineert met zo'n functie als een horeca of een restaurant of een theater gebeuren, dan kan je dat wel met elkaar combineren. Dan is het, kijk, alleen een restaurant met die potentie die ik net zeg, dat zou te mager zijn. Maar ja, je kan er een heel mooi plan omheen bouwen in combinatie met Fort Kerkduin en woningbouw en ruimte eromheen. Ik denk dat de Huisduinen daar een enorme verrijking door zou kunnen ontstaan. En als je dat durft aan te pakken op zo'n manier en je durft daar een soort haalbaarheidsstudie van te maken en door te rekenen en financiers bij te vinden, dan zou het best eens kunnen zijn dat dit verhaal, wat in mijn ogen als architect, ja, er moet heel veel aan gebeuren, maar de omhulling is nog bijzonder goed. Of bijzonder goed, in ieder geval daar zou je wel iets aan moeten doen. Maar daarbinnen kan je een heel nieuw soort invulling aan geven. En niet zomaar zeggen, we slopen het. Want dat vind ik nog iets te kort op de bocht op dit moment. Nou ja, er gaat het verhaal, en dat zijn natuurlijk allemaal verhalen, dat in de oorlog de officieren hier hun, dat zie je ook wel een beetje. Ze aten hier, ze sliepen hier ook. En in de kelder zitten kleine ruimtes. En daar gaat het verhaal over dat daar de officieren hun dames van plezier mochten ontvangen. Ja, goed, dat zijn wel leuke anekdotes natuurlijk. Maar je kan je wel voorstellen, als je een beetje fantasie hebt, dat je kan voorstellen dat hier ook, wat mijn schoonzoon dan heel graag wil, dat hier mensen omheen lopen in tenue en in mooi uitgaanspakken. En dat je hier een heel feestelijk gebeuren van zou kunnen maken. Wel of niet met dames van plezier, maar dan met je eigen echtgenoot of vriendin. Maar het heeft potentie en dat verhaal uit de oorlog, dat kan je vertalen naar nu. En in de zin van dat je er een eigen invulling geeft met stijl en karakter. En Huisduinen heeft natuurlijk heel veel te bieden ook. Ik bedoel, als je om je heen kijkt hier, het is een prachtige locatie en dat verdient zoiets.